Laplace getransformeerde van 2 keer cosinus 3t. Nou, het eerste wat we doen is die 2, die brengen we buiten haakjes. Kijk, Laplace getransformeerde van cosinus 3t. Nou, we weten dat de Laplace getransformeerde van cosinus omega t, dat is s gedeeld door s kwadraat plus omega kwadraat. Nou, we zien hier dat die omega is gelijk aan 3. Nou, dan vullen we hem in. Dan krijgen we 2 keer. Dan krijgen we hier s gedeeld door s kwadraat plus 9. En dan is het gebruikelijk om dat even bij elkaar te voegen. Dan krijgen we 2s en hier s kwadraat plus 9. En dat is hem.